Welkom, maar weer een nieuwe Red Logic vlog. Ja, we hebben voor een klant wat hardware besteld. Het staat hier in de dozen. Alleen er is wat verkeerd gegaan. Er moet even wat vervangen worden. De rate controller die staat niet op de ondersteunde lijst voor VMware. Dus die gaan we nog even vervangen voordat we de hardware naar de klant versturen. En ja, daar ga ik een leuke timelapse van maken. Dan zullen we ook zorgen dat dat servers gelabeld worden, dat ze netjes naar de klant toe kunnen. En dan ja, pakken we ze bij de klant weer op, hangen we ze in het rek. Gaan ze voorbereiden. De server heb ik klaar. Ik heb hier een doos liggen. Daar zitten de powerkabels in en de front bezel. Ik heb de klep er al af. Nou, dat ziet er dan zo uit, uiteindelijk. Dit is ja, de binnenkant van de server. Aan deze kant zitten de harde schijven en hier zitten de voeringen. Dat kun je eruit halen, mooi modulair. Nou, de serverconfiguratie is voor de klant zo ingericht dat er één processor in zit. De andere is leeg. En er zitten dus ook maar in een paar bankjes geheugen. Dat is voor deze situatie voldoende en daardoor zitten er ook maar minder koelers in. Dus aan deze kant hebben we de luchtkoelers zitten, die missen hier. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd, maar er zullen schijven in zitten. Dan kunnen we even kijken. Dus even zien, ja, daar zitten inderdaad een paar schijven in. Dat is mooi, die kunnen er blijven. Wat er moet veranderen is deze. Deze die moet eruit. En daar heb ik een nieuwe voor in het doosje, dus... ja, blauwe pijltjes is bij Dell altijd alles wat eruit kan. Dus ik zie hier twee schroefjes. Die gaan we losmaken. Die eruit. Nieuwe controller. En die gaat er dan in. En dan ja, zijn we volledig firmware ondersteund. En dan bij de rest van de servers ook nog. Ah, je moet wat te doen hebben. Let's go! Controllers zijn vervangen. Ik heb ze nog even uit de doos gehaald, want sowieso was het buiten de doos makkelijker om de kleppen weer op te krijgen. Maar wat ik ook nog even wil doen, ik wil even kijken of dat er geen DOA's tussen zitten. DOA's dead on arrival. Dus ik wil ze allemaal heel even opstarten. Ik heb even een monitor aangesloten via de VGA poort die erop zit. Ik heb even stroom aangesloten en dan moeten we opstarten. Dus even kijken waar het aan het knopje zit. Die zit hier ergens volgens mij. Daar. Nee, dat is de iDRAC. Daar, kijk, dat is hem. Gaat hij even herrie maken, denk ik? Ah, valt mee. Stille jongens. Nou, dan zien we hem opstarten. Oh, de herrie komt nog. Die is nu aan de gang. Nou, valt ook nog mee. Ik heb zo wel eens meer herrie horen maken. Maar ja, nu even controleren of dat alles werkt. En dan kunnen ze daarna weer terug in de doos. De servers staan nu klaar op pallet, zoals ook geleverd zijn. Ik zal de dames en heren van de administratie vragen om het pallet te laten ophalen, zodat hij verstuurd kan worden naar de klant. Dan hebben wij weer vier dozen minder op kantoor staan. Ja, het is soms wel handig dat er niemand werkt, dan maken we er een lekkere puinhoop van. Dus ja, dat was hem weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlog. En wil je nou in de tussentijd nog leuke technische dingetjes zien, blogs lezen, kijk even op onze blogwebsite blog.redlogic.nl. Bedankt voor het kijken, tot de volgende!